Yo, what up mensen, welkom bij een gloednieuwe update video. Nou, update niet echt, maar het is een update van Fortnite weer. De Bouncing Path komt weer terug. De path. Ik laat wel even een fotootje in beeld zien. Als jij een lange Fortnite speler bent, dan kun jij dit nog best wel herkennen. Want dit zat in Season 2 ook al in de game, als ik me dat goed kan herinneren. Holy shit, het is echt weer insane. Want je kunt er dan neerzetten op je eigen plateauotje. En dan kun je naar voren, naar links, naar rechts en weer, wat dan ook. Je kunt naar voren, links, rechts en naar achter, dacht ik. Maar dat was zeg maar het probleempje in Season 2. Want als je dat ding gebruikt hebt, van heel hoog bijvoorbeeld, en dan wil je een kill maken van op die, via die launchpad, dan krijg je heel veel damage. Of je hebt juist fall damage en viel dood. En dat, ja, dat was altijd best wel een dingetje met die launchpad. Dus hebben ze die wel vrij snel weer uit Season 2 gehaald. Maar nu komt die weer terug. Holy shit, ik ben best wel hyped over. Ik heb hem namelijk nog niet echt gebruikt toen in die tijd. Want ja, ik ging altijd dood. Je ging altijd dood door dat ding. In ieder geval, dat was mijn ding altijd ermee. Ik vind het echt super dope dat ze het nou weer terugbrengen. En dat het Fortnite de hele tijd weer aan het updaten is en zo. En trouwens jongens, ik wil jullie echt even bedanken. Want we gaan de laatste tijd zo hard. De livestreams worden de laatste tijd gewoon goed bekeken voor ons niveau, zeg maar. En ik ben er gewoon super blij mee. Want onze video's worden gewoon goed bekeken. Daar wil ik jullie ook even mee bedanken. En dat was dit weer de video. Doe alvast een duimpje omhoog. Like, abonneer hier beneden. En jongens, dan checken jullie in de volgende video of livestream weer. Later jongens. Fight the power.